Peter Janssen uit Horst. Ik verzamel shirts sinds 1996 ongeveer. En toen ik een jaar of 7 denk ik was, toen mocht ik voor het eerst mee. Dus daar is eigenlijk de fascinatie van de club begonnen. En ik ga nu nog steeds elke wedstrijd met mijn vader en met mijn jongste zoon. En hij verzamelt wel mee, ik weet niet of je zo voor wil nemen. Maar dat weet hij zelf volgens mij ook nog niet. Hij is vernoemd naar Shorts Verdelle, dus dat moet goed komen denk ik. Nummer 3, dat is deze, dat is AgriSystem shirt, uit 1993, seizoen 92-93, toen VVV kampioen werd en promoveerde. Deze die komt van Mart Minten, de superinvaller was dat toen zo'n beetje. En ik had Mart een brief geschreven, het was de tijd voor de e-mail was het nog, of hij nog shirts had en ik kreeg een brief terug van ik heb nog wel wat liggen, kom maar aan. Op mijn vraag van wat wil je ervoor hebben, dat was een krat bier, dus dat was een goede deal voor mij. En voor Mart misschien ook wel, dat weet ik niet, maar toen ben ik hem op gaan halen. En, ja, het is een veel gezocht shirt, want er zijn er niet veel van overgebleven volgens mij. Het is een rood shirt, maar het is wel het thuisshirt. In de jaren 70 speelde VVV meestal in het rood thuis. En uit die tijd is dit shirt eigenlijk. Maar dit is uit de tijd van Dick Advocaat, is dit shirt. En ja, het is wel een van de herkenbaarste VVV-shirts, vind ik zelf. Ik vind hem mooier dan de shirts die ze daarvoor en daarna hebben gehad, eigenlijk. Van de rode shirts vind ik dat eigenlijk wel de mooiste, ja. 86 tot 89 is deze vraag. En dat vond ik eigenlijk wel de mooiste tijd van VVV. Toen VVV een paar keer vijfde werd in de Eredivisie. Dus dat, uit die tijd, ja, ik vind dit eigenlijk het mooiste shirt wat er is. Ja, en die is helemaal beschadigd. Maar als je ze tegenkomt, ze zijn altijd of helemaal wit verkleurd of groen verkleurd. Dus ja, deze is een beetje groenachtig, maar de kwaliteit is niet al te best. Hij vindt het wel mooi in dit geval, want hij heeft er ook meestal een paar op zijn kamer hangen. De mooiste eruit. En ik hoop dat hij ze overneemt een keer. En anders gaan ze naar VVV zelf toe, denk ik. En kunnen ze daar nog wel wat mee. Kunnen ze daar een museum beginnen.